mijn haar zien. Nou ja, sorry, ik zie er niet uit. Hé, hey, is het allemaal voor Rijka? Ja, het is allemaal voor Rijka. En het is ook zo koud. Is allemaal voor Rijka. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is al laat. Het is 13:45, 13:45. Ik moet opschieten. Want Rebecca komt rond 1:30. Yes, onze eigen Rebecca weer. Het is hier al grauw, grijs, triest en het regent steeds. Ik heb net op de buienradar gekeken. Nou, alsjeblieft. En er staat er een voor de tuindeur. Die wil er ook in. Nou, ja, ik moet de haar boven van het vlot halen. Even naar de kant, wil er een in. Even naar de kant, wil er een in. Ja. Nou, kom maar gauw, kerel. Hé, man. Laat, Rijka. Zo, ja. Ja. Die wou dus uit zichzelf naar binnen, hè? Ja, die wou uit zichzelf naar binnen. Gelijk aanval op een beetje eten van gisteravond, tenminste van vannacht nog. Want ja, ik was vannacht weer best laat. Ik was er vanochtend wel heel vroeg weer wakker. Heb ik kandels naar buiten gedaan. Rijka nou, die denkt, ja, bekijk het even. Die dacht eerst, ik kom nog niet. Maar ja, toen ging dus eerst de kandels naar beneden. Oh, ga jij toch naar beneden? Nou, dan ga ik ook maar, denk Rijka. Dus die ook, hup, naar beneden. En hup, naar buiten, beide. En ja, het Rijke even een plasje gedaan. En toen wou ze zelf ook al in de binnen. Dus mooi, nou, dan duik ik er weer lekker in. En ben net wakker geworden. Sorry, ja, dan heb je het nodig, hè. Als je zo lang blijft slapen, dan heb je lichaam het gewoon nodig. Maar ja, maakt niet uit. Die kan ook weer afgesloten worden. Het heeft net wel geregend, maar de straat is droog. Ik zie niks vallen. De poort is droog. Normaal zie je bij ons aan de poort. Dan wordt die heel donker van kleur. Maar hij wordt niet donker. Dus ja. Ik trek mijn jasje aan en ik ga er gauw even met Rijka er vandoor voordat Rebecca hier is. En dat vind ik jammer. Ja, ze is net 14 dagen vakantie geweest, dus dat moet eventjes... Ja, even vragen hoe dat is geweest. Misschien nog fotootjes kijken of wat dan ook. Dus het komt allemaal wel goed. Dus dat maar even naar de kant. Zo. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Wat ik ga doen, dat is vandaag sowieso renderen. Ik moet allemaal weer filmpjes in mappen zetten. Want ik heb gisteren de camera leeggehaald. Dus de computer staat weer bomvol. Dus ja, dan weten jullie wel wat ik moet doen. Ja toch? Ja. Nou, ik hoef verder geen boodschappen te doen. En als ik terugkom, ga ik de dieren eten geven, mezelf eten geven. Bakkie koffie. Ja, ook dat nog. Dus ja, we gaan gewoon op een andere manier genieten. En als het al mooi weer gaat worden, wat ze wel hebben gezegd, dan denk ik dat ik er nog even tussendoor eruit ga. Dan neem ik jullie gewoon ook even mee. Waar naartoe, weet ik niet. Nee. Dat zien we dan wel, misschien wel binnen de dijk. Want je hebt iedere dag weer een ander uitzicht over zee. Want dan is het dit weer, dan is het dat weer. Je weet het niet. Nee. Nou, we zullen het beleven. Ja. En de dijk is dichtbij, dus ja, dat kan ik altijd al eventjes, hè. Leuke fragmentjes zien te filmen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik zie er niet uit. Ik ben net binnen en het regent. Ja, ik moet mijn bril even schoonmaken. Even mijn doek pakken. Zo. Jeetje, Mina. En ik had mijn loopheb aan. En ik zag dat ik daar een bericht had. Dus ik kijk er even naar. Had Karin mij ergens, ja, weet ik veel wat voor uitgenodigd. Ik weet het niet eens. Ik heb er maar op geklikt, want het was in het Engels. Ik klik erop en dan hou ik een hele witte vlak. Dus wat ik verder moet, juist maar het weten. Maar het is al. Ja, toch?
Zo, nou zie ik ook weer wat beter. Maar haar, ja, ik moet het nodig wassen. Ook dat. Maar ja, morgen moet ik ook verplicht... ik moet verplicht wel thuis blijven. Totdat ik mijn pakketje heb. Want ik heb dat nieuwe tuigje gekocht voor Rijka. Dat anti-trek gedoe. Ja. Ze trekt als een tierenlier. Oh, moet je mijn haar zien? Nou ja, sorry, ik zie er niet uit. Maar in ieder geval, ik sluit dit en ik vraag het aan Karin. Ja, meisje, jullie krijgen zo eentje. Echt waar. Zo. Nou. Zo, is ook gedaan. Nou, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Geniet ervan. Ja, het staat er echt overeind. Nee, maakt niet uit. Ik kan er niks aan doen. Het regent nou eenmaal en het waait hier aan de kust. En ik denk dat er wel op meerdere plekken het lekker waait. En ik heb er geen haarlak in, omdat het al stug genoeg is momenteel. Omdat ik het nodig, maar ook nodig moet wassen. Ja. Maar oké, kan wel. Zodra ik daar de tijd voor heb, ga ik dat ook wel doen. Ja, enkel ik ken dat niet voordat ik ga slapen, want dan is het drijfnat en ik slaap niet met drijfnat haar. Nee, dan leg ik mijn hoofd niet in de rust neer op een kussen. Nee, dat doe ik echt niet. Vind ik zonde van mijn kussens, ik heb dure kussens, dus ja, dat doe je niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Rebecca is natuurlijk al lang alweer weg. Ja, want die was hier om 2:30. Ze werkt maar 1,5 uur. Langer mag niet. Wat zijn wij aan het doen? Oh, was jij aan het snuffelen? Je was het snuffelen. Je bent het snuffelaar geworden. Je hebt vrouwtje het boodschappen gedaan en inderdaad zit er ook wat voor jou in. Ja, en dat is een zak kattengrit. Ja, helemaal goed. Ja. Ik heb boodschappen gedaan, ja, en ik heb het lekkers gehad. Ja, ik heb het jaren niet meer gehad. Poffertjes. 2 zakjes voor 99 cent. Maar wat wil je nog meer? Eentje eet ik vanavond straks lekker op. Ik weet niet of ik aan die andere toe kom, want er zal er nog wel eentje wie die lekker vindt. Hé? Joh? Ja, en ik krijg vanavond te zitten van Wilma en haar vriend. Nou ja, Wilma wil wel op de vlog, maar de vriend niet. Dus ja, er wordt niet gevlogd. Punt. Enkel als Wilma hier alleen is, wordt er gevlogd. Dus wat heb ik gekocht? 1, 2 en appeltaart van 2,99. Kan je zelf niet voor geen stand te pakken. En een fles slagroom, want bij appeltaart behoort slagroom en kaneel. Maar kaneel lekker wel. Ik heb een zakje met kaas en een worst. Gaat er ook altijd wel in. En die worst is schreeuwend duur. Maar ja, bij de deken of bij de vomer, dat verschilt nogal hoor. Echt. Uiteraard een Bounty. En dan heb ik 6 verschillende smaken voor jou. Ja. Uit de diepvriezer. 6 verschillende smaken. Ja. Ja. Is allemaal voor jou. Ja. Moet ik allemaal in die vries kwijt zien te raken. Ook dat nog. Potverdikkie. Ja. Zit ze me aan te kijken. Hé. Is dat allemaal voor Rijka? Ja, is allemaal voor Rijka. En het is ook zo koud. Is allemaal voor Rijka. Hoe moet je nog gapen ook? Oh, pottedikkie hè. Ja, hè. Je wordt weer verwend. En morgen komt je nieuwe harnas. Hé? Ja, nou ja, harnas. Ja, ik noem dat een harnasje. Het is net een harnas. Van vroeger, weet je wel. Ja.
Mijn mama had ook een harnas om, ja. Moest ik met mijn knie, hoe klein ik ook was, mijn knie tegen in de rug zetten. En dan moest ik die veters aantrekken. Ja. Jazeker. Ze kijk je dan aandachtig aan, hè? Ja. Boefie. Alsof ze begrijpt waar je het over hebt. Maar nee, helaas. Maar ik ga dat koude spul proberen te ontdoen van mijn schoot. Want daar krijg ik ook heel veel pijn in mijn handen van. Als ik dat aanreik met mijn handen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet. En ja, ik kom straks nog wel een keer retour als ik de poffertjes ga eten. En ja, vanavond kan ik helaas niet vloggen wanneer hun er zijn. En dat is wel weer jammer. Ja, maar daar heb ik respect voor. Ja, mensen die er niet op willen, heb ik respect voor. En mensen die er wel op willen en op een gegeven moment dan jou aanklagen bij YouTube van privacy. Nou ja, hallo, waar ben je mee bezig, vraag ik me dan af. Maar ja, oké, wie ben ik? Gebeurt vaak, hoor, dat dat gedaan wordt bij mensen die aan het vloggen zijn. Hè? Zo bij me, in het algemeen, ja, dan... En dan vind ik het een beetje bullshit. Je weet dat er gevlogd wordt. Het staat zo bij mij. Het staat op mijn keukenraam. Het staat op mijn tuindeur daar. En het staat op mijn keukenraam. Dat ik een vlogger ben. Dat er hier gevlogd kan worden. In huis, maar ook buitenshuis. Dat ze erom denken moeten. Willen ze er niet op, moeten ze niet voor mijn lens gaan lopen. Ja toch? En dan moeten ze ook geen toestemming gaan geven dat het gedaan mag worden. Mijn vriendin Wilma, oftewel mijn surrogaatzusje, die wil op de vlog. Maar haar vriend niet. Nou, dan ga ik ook niet vloggen. Punt. Dat respect heb je ervoor. Nou, oké, ik ga dit opruimen, want het wordt koud. Ja, is niet leuk. Nee. Nou, tot later. Doei.